zijn hier op Sugarland in Tiene, een van België's bekendste LAN-parties, waar we op zoek gaan naar Brian, teamkapitein van Vanguard Esports, een van België's beste, zo niet het beste esports team. Brian, nog even storen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Aangenaam, Praga Nijlijs. Hallo, Anna. Jullie zijn cozy met uw makkers hier, zie ik. Heb je tijd om babbeke te doen buiten? Yes. Brian, Vanguard Esports, van waar die naam Vanguard Esports? Vanguard Esports is eigenlijk de organisatie waaronder wij spelen. Een beetje vergelijkt met de voetbalclub. En wij spelen eigenlijk onder die club hun naam. Al de resultaten dat wij boeken is eigenlijk aan hen om daarmee naar sponsors te zoeken om een grotere organisatie te bouwen voor meer teams aan te werven en ons eigenlijk naar grotere toernooien te sturen. En als we er nu winnen, moeten we tegen de winnaar hiervan. Dus toen zijn we een winnaar bij het finals. Maatje, came out, klopt ik hè? Hoe moeilijk is het in België om sponsors te zoeken voor jullie team? Zoeken jullie die zelf of is het Vanguard dat dat voor jullie doet? Ik kijk vooral omdat ik redelijk wat connecties ken. Zelf een beetje op zoek beginnen gaan naar sponsors en zelf een beetje bij mensen contacteren om te zien wie dat er interesse heeft. Omdat ik weet, vanuit de organisatie is dat moeilijk. En dat ligt niet aan die mensen, het is gewoon moeilijk in de Benelux. Ik heb de back niet. Sorry vanuit. Eentje komt in de pas. Ja, ga close, ga close. Flash nu. Kom maar boys. Laat hij maar doorgaan. Eén plan. Oh, ik wil die. Twee opzijds. Eén is wel half AP. Nigel, wat zijn zowel de belangrijkste verwezenlijkingen van Vanguard Esports dit jaar of de voorbije jaren? Het meest recente is natuurlijk dat we Belgisch kampioen geworden zijn. Daarvoor, op FOM was dat, we hebben derde geëindigd. We zijn ook goed bezig online in verschillende competities en leagues. Bijvoorbeeld ook ESEA in Main, dat is een van de hogere Europese competities. En dan hebben we ook nog voor Kaiser eigenlijk, ook een andere organisatie, een Belgische organisatie, waar ook in de Benelux Pro League zo gezet zijn. Flash nu. Oké, wacht even rusten nu, even rusten. Hoppa, boys! Als je één tip mag geven aan een beginnende e-sporter in België, wat zou dat zijn? Altijd geduld hebben. Telkens als je doodgaat, kijk gewoon hoe het bij je doodgaat. En zo ga je beginnen leren wat heb je fout gedaan. Als je doodgaat en je staat er niet bij stil, dan ga je dezelfde fout blijven maken. Kijk de demo's, probeer te snappen waarom dat sommige spelers die actie doen. Aim kun je altijd later bijtrainen, maar bijna als je het spel snapt, zo ga je een rustige progressie maken en ook minder fouten maken. Ten slotte als laatste vraag, wat zijn de toekomstplannen voor Vanguard Esports? Maandag moeten we nog een wedstrijd spelen en als we die winnen, gaan we door naar de perfect halve finales. Ten tweede hebben we dan ook nog de ESL Benelux Pro League. Momenteel staan we dan nog altijd op de eerste plaats, dus we moeten nu nog twee matches spelen en dan is het ook de halve finale spelen. Ik denk in Nederland, in de ESL-studio's en hopelijk daar winnen om dan eigenlijk de finale te spelen op het First Look event in Nederland. Zou ik zeggen, mannen, veel succes met de toekomst en met het team. Daniel, bedankt voor je tijd. Ja, Brian, bedankt voor je tijd. Dank je wel. Nigel, bedankt voor je tijd. En veel succes, mannen. Dank je. Merci.